God is goed. God is geweldig. God houdt van ons. Er staat u bij stil dat God van u houdt. Hij alles heeft om u het bewijs te leveren dat hij van u houdt. Och, geweldig. Als je bij stil staat dat God van je houdt. En dan denk je, ja, wie ben je eigenlijk dat hij van je houdt? Maar prijs de Heer ondanks alles. Dat is nou zijn liefde. Hij houdt van je. En daar ga ik over hebben. Over de agape liefde. De God van liefde. De liefde van God. Ik ben een man die gelooft in wonderen. Maar ja, soms moet ik ook wachten. Ik zou willen dat ik altijd maar zo doe en alles gebeurt. Maar zegt de Heer, nee, rustig maar. Niet hoogmoedig wordt. Je niet denkt dat ik een automaat ben. Eventjes jackpot trekken of nee, je moet wachten. En dat is soms het moeilijkste van ons allemaal. Wachten op God. Wacht op de Heer. Dat Hij op de juiste tijd, het juiste moment alles geeft. Amen. Prijs de Heer. God is goed. Lieve broeders en zusters, ik was de Heer ernstig aan het zoeken. Ernstig zoeken met vasten en bidden. En toen dacht ik, waarover zal ik het hebben vanmorgen? Het begon een hart al. Zondag nadat ik hier vertrokken was, begon ik daarmee de Heer te bidden. En toen ontstook wat in mij om te spreken over de barmhartige Samaritaan. De liefde van God. En geweldig is het om God ernstig te zoeken en om aan Hem jou een woord te laten geven. En dat woord is de hele week in mijn verstand, in mijn hart, in mijn hele wezen daarmee bezig geweest. En ik hoop dat de Heilige Geest nou het deel alleen geeft wat u zegt. Nou, dat is nodig. Dat is genoeg. Want anders ga ik heel wat zijwegen bewandelen. En ik denk dat dat niet zijn optie is voor vanmorgen. En dat is nog wel de tijd die ik heb om dat te kunnen brengen. We gaan lezen uit Lucas hoofdstuk 10. Omdat u het voor u hebt, dat u Bijbel bij u hebt. Doe je altijd uw best om uw Bijbel bij u te hebben. Deel van uw wapenrusting is dat. En het is heel belangrijk, want daarin staat alles ook over uw wapenrusting. Want de Bijbel is zo belangrijk. Het is het woord van God waaruit wij alles, maar ook alles kunnen halen, vinden, wat de Heer tot ons wenst te spreken. Lucas hoofdstuk 10. Ik ga u voorlezen vanuit het NBG-vertaling vanaf vers 25. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zeide, Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En hij zei tot hem, wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide, hij zult de Heere uw God liefhebben met uit geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw kracht, en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En hij, Jezus dus, zeide tot hem, gij hebt juist geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus, wie is mijn naaste? Daarop hernam Jezus en zeide, een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen. Bij geval daalde een priester af langs die weg en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op, en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. De volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zeide, verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Wie van deze 3 dunkt u dat de naaste geweest is van de man die in de handen der rovers was gevallen? Hij zeide, die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tot hem, ga heen, doe gij evenzo. Laten wij onze hoofden even buigen. We vragen de Heer om een zegen voor zijn woord. O Vader, ik dank u, Heer, u bent almachtige God. En ik dank u, o God, Heer, u hebt me reeds geïnspireerd, zoals ik reeds vertelde,
Maar ik smeek u, Heer, ondanks alles, Heer, dat u mij toch leidt, Heer, door de kracht en de macht van de Heilige Geest. Dat elk woord dat ik zal spreken, gezout en gezalfde woorden zullen zijn. En de harten, Heer, zal bereiken zoals u het bedoelt dat bereikt moet worden. In de naam van Jezus Christus. En ik dank u, Heilige Geest, dat u ook zal zo in alle kerken en kringen zal zijn. En ieder zal zegenen. En elk woord dat gesproken wordt, ook in de zondagsscholen, Heer, Heer, of in de crèches, dat u elk woord ook al daar zal zegenen met kracht in Jezus' naam. Dank u ook dat u zal zijn bij de zieken thuis en de broeders en zussen die vanmorgen hier niet konden zijn of zelfs met vakantie zijn. Wilt u nabij zijn? Wilt u hen zegenen? Wilt u hen allemaal veilig terugbrengen? En ik dank u, zij die ziek zijn, richt u alstublieft op, Heer, in Jezus Christus' naam. En ik dank u, Jezus Christus, dat u de weg, de waarheid bent. Niemand komt tot de Vader door u, want u bent de God der liefde in Jezus' naam. Dank u, Heer. Halleluja, God. Amen. Amen. Lieve broeders en zusters, als je de Bijbel neemt, hoe God tot ons spreekt, heel vaak, wanneer Jezus dan bij hem stilstaat, dan zie je om iets duidelijk te maken, gebruikt hij voorbeelden. Dan gaat hij dus voorbeelden geven om proberen te brengen om duidelijk te maken dat wij kunnen begrijpen het deel wat mensen soms discussiëren of erover praten, wat is dit toch een moeilijk woord. En zo probeerde hij telkens inzicht te geven in bepaalde situaties, dat mensen konden begrijpen wat hij bedoelde met liefde. In dit geval dat een wetgeleerde nog wel, iemand die heel goed wist van de wetten die Mozes heeft geschreven, een opdracht van God, is daar een deel, probeert Jezus dan te verzoeken zoals hier staat. Nou, zo kan ook zijn dat terwijl u hier op deze wereld wandelt, wachtende op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus, dat mensen naar u toe komen en zullen u proberen te verzoeken, zonder te weten dat u misschien allang door de Heilige Geest klaargemaakt wordt om een goed antwoord te geven. En heel vaak is het zelfs zo dat je niet eens antwoord kan geven, maar wordt gekeken of je een daad daarbij kan voegen. En geprezen zij de Heere, Heer Jezus Christus, u en mij gelijk op dit moment als mens, de Zoon van God die op dat moment daar staat, komt iemand naar hem toe en probeert hem te verzoeken. En hij is nog wel een wetgeleerde. Hij weet heel goed hoe de Bijbel, het woord, de wet die Mozes heeft geschreven, in elkaar zit. En hij noemt hem meester. Dat is al een eer voor Jezus op dat moment, wanneer iemand die eigenlijk een hele groep die hem eigenlijk niet wil accepteren, hem toch meester noemt. Dat is al gedenkwaardig. Het is al een punt dat om je gedachten te laten gaan. Hoe kan het nou? Ze hebben zoveel strijd met Jezus. Ineens zien ze toch wel niet eens dat hij een meester is en ze noemen hem meester. En dan vraagt hij hier, wat moet ik doen? Een actief woord. Een woord met actie. Een woord dat dan dingen in beweging brengt. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, prijs de Heer, Jezus, zo kundig hij is. En zo probeert hij dan op dat moment het een en ander te gaan uitleggen. Maar wat mij opviel van dit hoofdstuk, dat staat nadat Jezus zijn discipelen heeft uitgestuurd en dat zij dan terugkomen en vertellen die geweldige resultaten die zij geboekt hebben tot eer en glorie van het Koninkrijk van God. Zij komen terug en vertelden zonder zelfs een onderwijs te hebben nog gehad in de diepgangen van de geestelijke wereld, dat wanneer zij de naam van Jezus hebben genoemd, dat zij de demonen, machten en krachten aan Jezus' naam gehoorzaam zijn. En dan vertellen ze Jezus dan en Jezus zegt, daarop moet je eigenlijk je zin niet op laten spelen, maar je moet niet vergeten en bij stilstaan dat jouw naam geschreven staat in het boek des levens. En prijs de Heer, dan zie je dan dat zij zo'n succesverhaal hebben. En dan hebben ze daar een moment en niemand komt daar om Jezus te verzoeken. En op dat moment neemt Jezus dan heel rustig de tijd om een goed voorbeeld neer te leggen, zodat zij ook een diepe begrip zullen krijgen, een diepe ingang zullen krijgen, wat eigenlijk de liefde van God eigenlijk betekent. En prijs de Heer, zo kundig u en mijn meester is. Ik vind hem een kampioen, ik vind hem geweldig. Hoe hij al van tevoren wist wat mensen hem gaan vragen. Door de leiding van Gods geest en dan geeft hij juist de antwoord. Dan citeert hij hier de wet van Mozes. En dan laat hij die jongen dan op dat moment hem vertellen wat in de wet van Mozes staat. En hij vertelt hem wat daar staat. En dan vertelt hij hem wat hij dan verder moet doen. En dan zegt hij tegen hem, gij hebt juist geantwoord.
Doe dat en gij zult leven. Dan denk je, ja, maar er komt nog een vraag. Maar wie is dan mijn naaste? Hij is niet blij met dat Jezus dan, hij heeft Jezus al betiteld meester. En nog zegt de meester van de ABC die je nog hebt beantwoord, je hebt goed gedaan, jochie, heel goed. Maar er schuilt iets achter, dat hij precies wil weten. Wie is nou mijn naaste? En prijs de Heer, Jezus Christus, die gebruikt hier de juiste woorden, de juiste zaken om het een en ander te laten zien. En laat ook zien, in dit voorbeeld, dat mensen kunnen hoogmoedig worden. Wanneer je heel veel kent, je kan hoogmoedig worden. Want je weet veel. Je hebt inzicht in zoveel dingen. En dat schuilt achter dat je dus je meer kan gaan voelen dan de ander die nog niet zoveel weet. Dat is zo. Maar prijs de Heer, wij die wederom geboren zijn, weten dat hoogmoed komt voor de val. En we willen niet vallen, integendeel, we willen door God op zijn tijd verheven worden, zodat wij kunnen merken, ervaren en kunnen zeggen, zo God met mij is, wie kan dan tegen mij zijn? Ik kan inzicht hebben in zoveel situaties, maar toch zijn er situaties dat ik geen inzicht heb. Maar prijs de Heer, ik ben ook zo blij. Dat ik niet naast mijn schoenen ga lopen of schoon ik veel kan weten. Nee, in tegendeel, ik heb door de jaren geleerd. Je rent naar God toe, je gaat bidden en prijs de Heer. Ik kan je openbaren exact hoe de situatie is en hoe de dingen veranderd kunnen worden. Ten gunste van een ieder die daar is. En prijs de Heer, daar is een priester die daar afdaalt nadat iemand is aangevallen. Hij is kapotgeslagen, hij ligt daar neer. Rovers hebben iets verschrikkelijks aangedaan en verschrikkelijk is het dat hij daar ligt. Er is nog geen opsporing verzocht uitgevaard voor in deze situatie, want toen bestond het nog niet. Maar misschien was het ook wel zo. Wie zijn nou die rovers? Of dan gaan de mensen anders zeggen, waarom nou ging hij nou die kant op? Om een beschuldigende vingertje naar die persoon toe wijzen. Waarom ging je nou op dat uur nou daar naartoe? Heb ik je dit niet gezegd? Enzovoort. U kent die verhalen toch? U weet wanneer mensen iets overkomen is, wanneer mensen meteen dus het een en het ander de andere les gaan voorlezen en vertellen waarom dit is gebeurd, waarom dat is gebeurd, enzovoorts. Deze priester die daar is, die komt langs. Een priester is een dienaar. En de naaste ligt daar. En daar daalde een priester af, die weg. En deze zag hem, doch ging aan de overzijde lopen. Hij ziet de nood, maar grijpt niet in. Hij ziet de nood van de man die daar op dat moment ligt. Misschien had hij al gezien dat dat een Samaritaan is, maar hij liep meteen aan de overzijde en liet die persoon maar bloedend liggen. Mij niet gezien? Nee, ik ga mijn handen niet vuil maken, want wat zullen ze dadelijk zeggen? Ik heb contact gehad met een onreine. En waar misschien is hij next drugsverslaafde, misschien dit of dat, maar hij loopt ver, terwijl hij heel goed weet wat hij moet doen. Weten is mooi, maar in praktijk brengen is iets anders. En evenzo een leviet, die man die houdt van zingen, die zingt over de lofliederen dat God goed is, en die laat weten met zijn trompetgeschaal hoe geweldig God kan troosten. Ben je ziek, hij kan je oprichten, ben je dit en gaan hij jou dat geven, enzovoort. Maar evenzo, die loopt ook de andere kant op. Die doet dan op dat moment zijn carnavalsmasker op en loopt weg. Maar toch een Samaritaan, een outcast. Iemand die eigenlijk niet hoort bij die groep. Denk maar aan een Samaritaanse vrouw. Niemand wilde eigenlijk bij haar zijn, want ze behoort tot de Samaritanen. En zo misschien ook hier, een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid. En toen je hem zag, werd hij met ontferming bewogen. Kreeg bewogenheid voor de situatie. Zag die man daar liggen met pijn. En begreep op dat moment, kon ook een vrouw zijn. Maar hij zag die persoon daar liggen met pijn. En begreep, ja, als ik mijn hand niet uitsteek, dan sterft die persoon. Als ik niet iets zeg, dan komt er geen beweging. Dan komt niks meer positiefs in die persoon tot opwekking. Lieve broeders en zussen, God is liefde. En de liefde van God is in u en in mij geïmplanteerd door de Heilige Geest. De agape liefde is in ons door de Heer Jezus Christus. Geboren daar, gestorven aan het kruis op Golgotha, is het zaad voor ons geboren. Dat die liefde van God in ons kan uitgestort worden.
moment dat wij ons bekeerden, ons hart en leven aan Jezus hebben gegeven, heeft God de Vader klaargestaan om zijn liefde te kunnen strooien en geven. Omdat wij dan een voorbeeld in deze wereld kunnen zijn om te laten weten wie Jezus werkelijk is. En prijs de Heere God, die Vader houdt van u en van mij. Daarom, lieve broeders en zusters, wanneer je beweging wil zien in een situatie, verandering wil zien in een situatie, kom je in beweging, gaat God met jou in die beweging. Je moet niet denken, oh, wat gaat mij kosten? Wat zullen de mensen dan zeggen? Hoe zit dit, hoe zit dat? Denk aan de Heere God. Want hij kijkt over de situaties heen. Zoals een 5 partijen hier in Nederland, die sprong over hun schaduw heen. Nou, God gaat veel verder dan over je schaduw heen laten springen. Want die leid je om in actie te komen. Opdat je die Samaritaan of degene die op dat moment een outcast persoon is, om die te helpen. En die was op reis en die ziet hem en is met ontferming bewogen. Hij is bewogen daar. Hij voelt iets in zich dat leven heeft gegeven. En dat leven is het woordje Zoe. Zoe is door God ons gegeven. En de agape liefde komt van God, die door ons heen wenst te werken, omdat ieder kracht van God kan ervaren. De kracht door jou heen zal vloeien en ieder zal ervaren, God leeft. Je zal kunnen denken, ik ben zwak, ik kan niet veel, wat moet ik zeggen? Nou, laat me je dit zeggen. Ik heb gezien in de jaren dat ik Christus dien, de zwakken om me heen waren de sterken soms in situaties waar anderen dachten dat ze sterk waren. Want de zwakken misschien konden niks zeggen, maar die kwamen in beweging, deden dit, deden dat. En de ander werd getroost, de ander werd bemoedigd, de ander wordt opgebeurd, zoals men zegt hier in Brabant. En prijs de Heer, men kreeg nieuwe moed, men kreeg nieuwe inzichten, men kreeg nieuwe kracht. En de demonen en machten vloden weg tot de glorie van Koning Jezus. Laat iemand denken, u bent zwak. Ga ook niet denken van jezelf dat je zwak bent. Want je bent helemaal niet zwak. Want hij die in jou is, maakt je sterk voor elke situatie om je heen. Dus het is beelden om je heen kan je laten denken dat je zwak bent. Maar wees vernieuwd in uw denken. Want hij die in u is, heeft gezorgd dat alles veranderd kan worden ten gunste van de kinderen Gods. En zijn naam is Jezus Christus, die zijn leven voor u en voor mij heeft gegeven. Hij hing zwak daar aan het kruis. Maar zo zwak hij daar hing aan het kruis, was hij de allerkrachtigste vorst die de hemelse gewesten heeft doen trillen en over hen heeft zegewierd. Elk bloed dat uit zijn lichaam kwam, kon de duivel zeggen, daar gaat hij, daar gaat hij, hij gaat dood. Maar prijs de Heer, zijn dood, halleluja, werd u in mijn leven. Daarom wees niet geschrikt of bang voor hem, want de volmaakte liefde is in u uitgestort, zoals Johannes zegt. En de volmaakte liefde baant elke vrees eruit, zodat de liefde van Christus Jezus door u kan werken. Misschien zie je het resultaat niet direct nog, maar heb goede moed. Vorige week hebben we Hanna behandeld, heb goede moed. Blijf volharden, die deur gaat open, blijf maar banken, halleluja. Daar komen scheurtjes al in die grote stenen van Jericho om je heen. Er komen scheurtjes doorheen en op een gegeven moment barst die open. Want de kracht van de stormkracht komt doorheen. Wanneer je doorheen blast en alles komt open tot in glorie van Koning Jezus. Dat ik kan getuigen, mijn God, halleluja, is de krachtige en machtige God die mij zal leiden. En deze Samaritaan die in beweging is, die daar op dat moment bezig is, pakt die jonge man of jonge vrouw hier en die helpt die persoon. En wat doet hij nog meer? En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. Zijn twee producten dat in die tijd zeer kostelijk waren, zeer duur waren. En toch gebruikt hij ze. De olie om de wonden te verzachten en wijn, dus kunnen we zeggen op dat moment dat hij dan de wonden dan reinigt, fijn maakt. En wat doet hij nog meer? En hij zette hem op zijn eigen rijdier. Eigen rijdier. Ik weet nog, ik weet dan een keer iemand vervoeren en die persoon was vol bloed. Zei hij me, nee, niet doen, want dan gaat jouw kussen eraan, gaat dat eraan enzovoort. Ik zei, maakt mij niet uit man, die moet nog snel naar het ziekenhuis. Je bloed wordt wel weggewassen op een of andere manier. Lieve broeders en zusters, prijs de Heer. Jezus hier geeft dat en laat zien.
En hij deed het. Hij nam het op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag, wat mooi, bood hij nog 2 schellingen om alles te betalen en zei, verzorg hem. En mocht hij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Dat is liefde, onbaatzucht. Dat is nou barmhartigheid. Je portemonnee kan zeggen, ja, het gaat je geld kosten. Je ziet de bodem al. Prijs de Heer. Hij komt in beweging. Hij kijkt niet naar dat allemaal. Natuurlijk wel, hier in Nederland zeker. Volgens mij onze nuchtere verstaan. Wij gebruiken dat heel kundig. Wat kan ik wel, wat kan ik niet. Maar het is toch het woord van God die zegt, wie geeft, wordt gegeven. Wie helpt, wordt geholpen. Wil je een doorbraak zien in jouw situatie? Ga, laat de Heilige Geest in je werken. Laat Gods liefde uit je naar boven komen. Dan zal je merken dat God dan situaties ten gunste van jou verandert. Ondanks met al je zwakheden. Hij heeft je genomen zoals je bent. Ondanks met al je tekortkomingen. Hij houdt van jou. Wat is liefde? Liefde is belangrijk dat wij weten dat God liefde is. En God zijn liefde aan ons heeft geopenbaard en zijn liefde in ons heeft uitgestort. Zijn liefde aan ons heeft gegeven. Zijn liefde is krachtig en machtig en werkt door alles heen. Zijn liefde is onvoorwaardelijk voor de hele mensheid. Zijn liefde is geweldig. In het woord van God leren wij het een en ander over liefde. In Johannes hoofdstuk 5 vers 3. Gods liefde wordt getoond door te doen. Door de geboden waar hij daar beschreven heeft, door die te doen. Als we die doen, dan zullen we zien dat liefde vanzelf groeit. In Romeinen hoofdstuk 12, dan leren wij hoe wij onze vijanden lief moeten hebben. Dat is nogal moeilijk. Ja, zeg ik u eerlijk. Iemand die je benijdt, iemand die je wil ontslaan, en dan moet je hem nog lief hebben. Ik weet, op een dag kwam iemand naar me toe, ik werkte toen in Eindhoven bij Philips, die zei, meneer Van Wessel, vanmiddag lig je op straat. Zin mij niet, en ik gun je deze baan niet, en ik zal je ontslaan. Nou, ik werd helemaal ondersteboven van. Ik moet zorgen voor mijn vrouw, voor mijn 3 kinderen. En komt zo'n man mij vertellen, ik heb niks gedaan, ik doe mijn uiterste best, ik werk goed. Maar hij wilde mij ontslaan. Hij was notabene Jehovah's getuige ook nog. Ik dacht, wat heb ik gedaan? Ik heb niet eens tussen in de uren van de tijd, in de bazentijd heb ik getuigd. Alleen in de pauzes waar ik mocht getuigen. Ik ging alles na. Ik ging buiten lopen, ik heb gezongen, ik heb gebeden in tongen. Ik heb de Heilige Geest aangeroepen en ik heb gebeden in tongen. Ik wist niet eens wat ik bad. Ik heb mijn vrouw nog niet eens laten weten. Ik heb broeders en zussen gevraagd, bid voor mij. En de Heer gaf in mijn hart om naar de baas van die man te gaan. En ik ben naartoe gegaan. Ik durfde dat niet. Maar op dat moment, en als broeder die je dus opgevoed bent, je moet de hogere accepteren wat hij zegt. Ik kom ook ooit zo'n huis waar mijn vader zegt, nou, de hiërarchie moet je zeer sterk respecteren. Dus je gaat de stappen niet overheen. Maar de Heilige Geest drong mij. En ik ging naar zijn baas. En ik vertelde hem wat die man wil doen. Nou, prijs de Heer. Om 3 uur 's middags kwam hij naar mij toe. En hij zei, meneer Van Wessel, sorry. Ik heb een grote fout gemaakt. U blijft. En wat bleek achterna? Het zinde hem niet dat ik van Pinksteren kom. Dus van je wegens je geloof. Je lijdt is verschrikkelijk. En dan denk ik, ben klaar. Het is mooi. Zeg een oudste tegen mij. Broeder Van Kaam, die nu bij de Heer is. Heb je vijanden lief? Ik heb broer, ik was toen nog geen prediker, maar ik was gewoon in de banken. Ik zei, hoe kan ik nou mijn vijanden lief hebben? Hij wil me toch ontslaan. Hij wil toch, van tevoren heeft hij dat bedacht. Ja, maar heb hem toch lief. Vraag me niet hoe, de Bijbel zegt, heb hem lief. Wil je de Heer dienen? Begin daarmee. Heb hem lief. Ik zei, broer, je bent ook hard, zeg. Ik zei, ik ben niet hard, het woord zegt de waarheid. Je zegt ook zo graag, Jezus, de weg, de waarheid, het leven. Nou, hier is jouw toets. Accepteer je nou de waarheid? Ik haalde diep adem. Ik dacht, op het werk is het moeilijk. Dan maakt mijn oudste het ook nog moeilijk. Dan roept die diaken ook nog erbij om mij te bidden. Dat ik rust vind. Dat ik mijn vijand lief kan hebben. En daarvoor was ik echt een knokker. Die man die echt de vuisten gebruikte. Om het een en ander mijn recht te laten gelden. Want zo ben je opgevoed op het eiland. Als je het niet zo krijgt, dan moet je het anders doen. Maar prijs de Heer. Door de bekering. Door het bidden in tongen. Door de Heer ernstig te zoeken. Heeft de Heilige Geest mijn hart gemold. Klaargemaakt om toch te doen. Wat mijn, later is mijn lieve broer geworden. Ja, mijn lieve broer die dat tegen mij zei. En ik heb hem lief gehad tot zijn dood toe. Niet alleen broeder Van Kaam, maar zeker broeder meneer Terpstra. Prijs de Heer. Lieve broeders en zusters.
Je vijanden liefhebben is iets verschrikkelijks op dat moment. Maar het is aan de andere kant zo bevrijdend, omdat je weet, God gaat het overnemen. Je ziet het op dat moment niet. Maar doordat je die liefde weet op te brengen, gaat op dat moment het zaad van God naar de hart van de persoon toe. En raakt hem aan dat God op dat moment onmogelijke dingen tot stand doet brengen. Jij bent het vaat waaruit al die zaden naar boven kunnen komen. Jij bent het vaat waar de kracht van God met al zijn levenssappen daar naar die persoon kan gaan en zijn of haar hart kan raken dat hij of zij een ander persoon wordt. Ik weet nog, Sander en ik waren in Rotterdam bij een heel grote man. Hij wilde eerst ons niet spreken. We gingen daar op bezoek, een ex-drugsverslaafde. En ik dacht, wat moet ik die man nou vertellen? Ze hebben de vrouw van ons uitgenodigd. Zij heet ook Sandra. Ik dacht, makkelijk, misschien is haar situatie hetzelfde als de mijne. Dan zal ik zo met die man kunnen praten. Maar nee hoor, hij bleef op zijn kamer. En hij is bekend als een man die op dat moment heel veel geweld gebruikt. Maar voor die vrouw waren we op dat moment de juiste mensen die bij haar op bezoek kwamen. Mijn gedachten waren, wat moet ik aan die man vertellen? Wat moet ik nou zeggen? Maar prijs de Heer. Je bidt iedere dag. Je zoekt gemeenschap met de Heer. Hij is een ex-drugsverslaafd. En zijn zinnen zijn op dat moment niet op orde. En we stapten daar binnen en ik vroeg naar hem. En de vrouw zei, hij is boven en hij wil niet naar beneden komen. Ik zat daar. Ik zei, geen punt. Ik ga naar boven. Ze keek heel raar naar mij. Ga jij naar boven? Ik zei, ja, ga naar boven. Waar ik op dat moment ook de moed had om naar boven te gaan, weet ik niet waar het vandaan komt. Maar ik zei, paps, ga naar boven. En ja hoor, dan ging ik daar 100 kilo de straat opschouwen. En elk been dat ik zette, was heel voorzichtig. En biddend kwam ik daar, klopte op de deur. En ik zei tegen hem, Rufo, zei, ja, bye. Dat wil je zeggen, Henk, ga weg. Ik zei, Rufo, geen problemen nog. Dat is geen probleem. Ik ben speciaal voor jou gekomen. Ik was speciaal voor hem gekomen. Waarom de Heilige Geest je dan op dat moment zo leidt, weet je niet. Maar prijs de Heer, ik had ook nog de moed om de deurklink te pakken, open te trekken. Ik zei, Rufo, ik ben speciaal voor jou. Hij lag op bed. Ik zei, blijf maar liggen. Dag ook, klaar, dan blijft hij liggen. Want anders ja, krijg ik 2 meter voor me staan. En ik ging naast hem zitten. Ik heb zo'n goed gesprek met hem gehad. En dat was zijn begin. Dat veranderde hem. Drugs heeft de helft van zijn hele verstand kapot gemaakt. Zijn hele geheugen kon hij op dat moment niet meer plaatsen hoe het precies is. Ik hoor nog over hem. En telkens zei hij, als ik in de gemeente kom, dan komt hij. Want hij wilde me graag horen spreken. Zo'n man, wie ben je eigenlijk? Je weet niet wat je kan doen. Maar door in beweging te komen, door te doen, lever je op dat moment het bewijs dat God leeft, lieve broeders en zusters. Dan zien ze dan op dat moment de liefde van God. Waarom zijn zoveel mensen om ons heen die gebroken zijn, die kapot zijn, die weten niet wat ze moeten doen. Maar op het moment dat jij in beweging komt, niet oordelend, je kan wel beoordelen, maar laat oordelen aan God over. En als je beoordeelt, ga op je knieën. Heer, wat moet ik doen? Hoe moet ik het doen? Hoe zal u me leiden? En dan zal je merken, hij brengt jou in beweging en prijst de Heer. De resultaten zijn geweldig, want God is met je. Hij gaat je leiden. Hij zal je bijstaan. Hij zal de liefde van hem openbaren door je heen. Opdat de ander die op dat moment neerslachtig is, kapot is, verslagen is, nieuwe moed krijgt, leven krijgt om te leven. Op een gegeven moment ook bij ons thuis belt iemand aan. Een vader die is pas zijn zoon kwijtgeraakt. Heeft zijn zuster verteld dat zijn zoontje is overleden. 3 maanden oud. En wij hoorden dat. En ik ken die man. En ik dacht, zij belt niet voor niets aan om ons te laten weten. Ze weet drommels goed dat wij voor zullen bidden. Of wat anders zullen doen. Maar de Heer gaf op mijn hart naar hun te gaan. Ik dacht, ik was een biddenboom. De Heilige Geest sprak, ga op bezoek. Ja, nee. Wat moet ik zeggen? Kind is al dood. Vader is nog niet op bekering. Je kan van alles gaan halen. Maar de Heer, de Heilige Geest bleef nobel. Bleef netjes. Bleef geweldig. Ze zei, Henk, ga. Wat bleek nou? Dat in die familie een vloek heerst. Dat alle mannelijke geslachten zullen sterven. Alleen de dochters leven. Ik wist dat niet van tevoren. Maar ik ging naartoe. Ik omhelste die man. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik omhelste haar. En ik sprak met hun twee. Ik zei tegen hun, ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar de Heer heeft me toch gestuurd om bij jullie te zijn. En ik bleef stil. Vader keek me aan. Moeder keek me aan. Die zei tegen mij, kom mee naar boven. En daar lag
levenloos kindje. Ik heb het niet gewild om zo. Maar de Heilige Geest leidde. En ik kwam daar. Ik dacht ook, misschien ga ik hem opwekken. Wat gebeurde het? En ik stond daar en ik zag dat kindje. Ik heb de moeder gekend toen ze ook al in verwachting was. Want ze kwam bij ons thuis om een zoon te knippen, die dus niet naar een kapper kon gaan. Ze was op dat moment ziek, onze oudste zoon. Ik zei tegen Luc, laat me even alleen in deze kamer. Ik heb gebeden. De Heilige Geest leidde mij in dat gebed. Ik heb alle vervloekingen kapot gemaakt, die kapot gemaakt moesten worden. Stuurde ze weg. En nu hebben ze 3 zonen. Je weet niet wat je moet doen. Jouw menselijk verstand zegt dus onnodig. Het gaat je niet lukken. En dit en dat. Een hele reeks van dingen voor je voorhalen. Want je hebt een degelijk verstand. Je weet van denken. Je weet wat je moet doen. Enzovoorts. Naar wat je voorgeschreven. Maar God, juist in die situaties, weet dingen te doen wat jij niet had verwacht. Halleluja. En prijs de Heer. Dat ene jongetje heeft niet meer geleefd. Maar wat daarna kwam, eentje heet Lothar. En hij is groot. En als hij mij omziet, zijn tante heeft verteld dat ik dus daar ben geweest. Dan omhelst hij mij. En dan is hij blij om mij te zien. Dan denk ik, Heer, hoe is dat nou mogelijk? Daarom onderschat jezelf niet. Halleluja. Want hij die eeuw is, doordat je barmhartigheid toont, doordat je een beweging komt, woorden die je gaat spreken, het gebed die je gaat oprichten, verandert de hele situatie ten gunste van de Heere Gods. Dat ze kunnen zien dat de Heere leeft, halleluja. En hoe kunnen ze zien dat hij leeft? Ze kunnen zien door jou of door mij heen. Want hij leeft. Prijs de Heer. Hij geeft leven. Hij bepaalt hoe krachtig het leven kan zijn. En hij houdt van jou. Zijn liefde is geweldig en krachtig. En deze man die op dat moment dat allemaal vertelt, dat Heer Jezus dan hier vertelt in die gelijkenis. Als ik terugkom, is er nog iets? Ik zal je ook nog belonen, halleluja. Het is ook een type beeld van Heer Jezus Christus zelf. Hij zal ons belonen in het eeuwig leven. We zullen kronen en kronen van hem ontvangen. Kroon van eeuwig leven. Kroon die hij ons zal geven. Hoeveel weet ik niet. Ga me daarover niet vragen. Maar prijs de Heer. Wat de Heer zal doen is altijd goed. Is altijd goed. Al op dat moment lijkt het jou niet goed. Maar hij weet wat het beste is voor zijn kind. En hij weet wat het beste is voor jou. Dat je behouden blijft. Halleluja. Al heb je op dat moment pijn. Prijs de Heer. Je hebt zijn belofte. Door zijn striemen is mijn genezing geworden. Al lijk je op dat moment kapot, geslagen. Je hebt geen kracht. Maar prijs de Heer. Wie de Heere ernstig zoekt. Hij laat zich vinden. Hij zal je nieuwe kracht geven. Het vermoeidheid zal weggeblazen worden. Tot eer en glorie van Koning Jezus. Wat op dit moment nog niet is, kan morgen wel zijn. Want elk woord dat God zal spreken, zijn scheppende woorden. Creatieve woorden. Hetgeen wat op dit moment moeilijk is, kan morgen helemaal anders zijn. Maar heb geloof. En prijs de Heer. Heer Jezus Christus gebruikt dit voorbeeld. Net nadat hij dus met zijn discipelen heeft gesproken. En dat ze dan op dat moment weten dat hun namen geschreven zijn in het boek des levens bij God de Vader. Lieve broeders en zusters, in Korinthe hoofdstuk 13 staat precies geschreven wat de liefde is. Al zou ik de talen van de mensen van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schalend cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, liefde is niet jaloers, liefde prangt niet, zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. En zij verdraagt alle dingen. Dat is nogal moeilijk. Maar het is zo. Liefde doet dat. Kijk maar in uw eigen leven. De liefde vergaat nooit. Wat dan vergaat,
Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Klopt. Vandaag hoor je een profetie, morgen is die vervuld. Dan kan je wel opbouwen op de beloften verder. Maar de profetie is al uitgekomen. Dat is voorbij. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want we kennen ten delen en we profeteren ten delen. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, wat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Toen ik man of vrouw geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in raadsel. Sta je soms bij stil? Als je naar een spiegel kijkt, de spiegel laat alleen maar de buitenkant zien. En enigszins laat hij zien de reflectie van jouw ogen. Maar dieper kan je niet zien. Okay. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Johannes hoofdstuk 4, vers 16b zegt, God, dan kijk even om en denk na, wie moet nog behouden worden voor de koning? Tot wie kan ik nou spreken of iets doen dat hij zei behouden? Je had een buurman, dus ik heb dat verhaal daar eerder verteld. Hij was moslim, hij heeft een zoon kwijt, een dochter kwijt door een ongeluk, door zijn eigen verkeerd sturen. En hij wil eigenlijk in contact met ons hebben. Wij zijn christen, wij zijn moslim. En op een gegeven moment krijgt zijn vrouw een kind. En hij heeft me niet laten weten dat het kind geboren is. Maar ik zag de vrouw zonder het buik. Dat is toch logisch, te weten, het kind moet er zijn. En op een gegeven moment hoor ik geluid, daar, huil. Ik zei tegen Sanne, wacht even, ik bel bij ma. Ik zei, buurman, wat is dit? Kind is geboren. En het goede nieuws deel je mij niet, tel je me niet. Hij omhelsde mij. Hij zei, je bent een echte kind van Abraham. Zo is onze vriendschap ontstaan. Door de leiding Gods. Dat gaf doorbraak. Later mochten wij al zijn formulieren en van alles met elkaar voor hem regen delen. Brengt het wat op? Nee, naar de mens niet. Maar wel een geestelijke wereld. Dat hij Jezus heeft leren kennen. Dat is mij belangrijk. Of hij het goed beleid, net als wij dat doen, weet ik ook nog. Maar zo moet je soms zijn. Stoutmoedig zijn voor de Heer. En dan komt de rest. En zo is er vrede geschaad. Zo is er gezegen komen. En zijn zoon Kaliet ging met mijn zoon spelen. En zo werd een vriendschap ontstaan. Dat jij ondernam. De eer en glorie van God. Liefde is geweest. Is een drijfkracht. Die je niet tegen kan houden. De Heer het zal bewegen. Beweging brengt. Halleluja. Raak de ander aan. De ander die kan begrijpen. Waarom dat. En als je dat hebt gedaan. Dan heb je zelf ook in je wezen, in je ziel ervaren. Jouw vader is blij met jou. En zo God blij met me is. Goh, wie kan dan op dat moment iets tegen mij hebben? Zo moet je bedenken. Jouw vader houdt van jou. Hij heeft je lief, halleluja. Daarom heeft hij zijn enige geboren zoon gegeven. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar behouden zal worden, halleluja. Amen. En je bent behouden. Wij zijn behouden tot eer en glorie van koning Jezus. Elk druppel bloed dat uit zijn wezen kwam, uit zijn lichaam kwam, was om ons vrij te kopen. En prijs de Heer. De duivel heeft vandaag een maling, een probleem. Want hij weet als we dit zeggen, dat wij herinneren dat daar een kruis op Golgotha, hij failliet is gegaan. De grootste bank van hem bestaat niet meer. Hij is failliet, halleluja. Laat hem maar denken als een faillissement. En dan komt alles goed voor jou en voor mij. God is goed. Halleluja. Amen.